For all your friends that believe she doesn't have friends in America, she does! Is that a don't be ashamed? Don't give up. Love you. Aw, well, that is so sweet of you. Thank you. Het is 10:30. Ik ben net bijna niet wakker. Ik was eerder ook al wakker, maar toen heb ik de Jill vlog gekeken. Toen was het 7:30 of zo. Dus heb ik de Jill vlog gekeken en ben ik weer plat gegaan. Ik heb gisteren wat gekocht. Ik had hierin mijn filters gedaan. Omdat het zakje kapot was gegaan. Nou zag ik gisteren bij ons in de winkel deze. Er zaten van die chocoladecrisps in. En aan de andere kant staat Dave zo. Zo is Dave schattig. Zo is Dave. Ja, kijkt hij een beetje alsof hij iets gedaan heeft. Of die ergens bang voor is. Maar die chocoladecrisp-dingen die zijn op. En ik dacht, ik koop dat dingetje. En doe daar mijn filters in. Dus ik heb er ook niet zo heel veel meer over nu. Maar hier zitten nu de filters in. Is wel handig. Het is ook kleiner en hij is goed afgesloten. En dit wordt een beetje lam op een gegeven moment. Het is ook de goedkopere versie van zo'n ding. Vandaag, ik ga even een beetje rustig wakker worden. En dan ga ik vandaag een Furby kopen. Dus ja, dat. En dan zie ik jullie later. Doei. Ik heb net boodschappen gedaan. Ik ben ook naar Intertoys geweest. Ze hadden alleen maar twee printen van de Furby. Namelijk deze. Want ik had eigenlijk voor die met het hartje willen gaan. Met blauwig, lichtblauw, babyblauw. Met hartjes erop. Maar die hadden er niet meer. Ik kan wel even laten zien welke ik bedoel. Ik had voor die willen gaan, maar ze hadden alleen maar deze die ik nu gekocht heb. En deze. Die is ook leuk, alleen ja, ik vind het toch even wat anders. Als je ze zo naast elkaar houdt. Ja, dit is gewoon wat stoerder. Ik hou alleen niet zo van geel. En dat is was mijn twijfelgeval even. Maar ik denk, als ik dan strepen in kleur wil, dan wil ik ook gewoon een regenboog. En dat hadden ze niet. Ze hadden alleen deze. En dus die ik nu gekocht heb. Die. En ik had dus voor die willen gaan. En anders voor die.
En eventueel voor die, maar die heeft Dionne dus ook. En ik wil hem nou niet nagaan apen. De unboxing en zo ga ik in de Engelse video doen. Hoewel dat ding wel Nederlands praat. Maar toch. Maar in mijn vlog zullen jullie die ook zien. Maar de unboxing en het eerste uitproberen, dat doe ik dus daarin. Dus dan weten jullie dat. En ze zeiden, ja, we hebben niet meer. En het is al oud en zo. Ik heb zoiets van, wanneer is het dan uitgekomen? Echt die Furby Boom. 2014. Nou, dus het is al oud. Nou, prima, oké. Nou, dus als je wil zien hoe ik hem uittest, dan moet je een beetje Engels kunnen. Misschien dat ik hem wil ondertitelen, maar dat weet ik nog niet. Maar ik ga hem in het Engels uitproberen. Maar goed, daar zal ik ook Nederlands in praten, want dat ding is Nederlands. Even kijken. Ik weet niet. Dat stond ergens, zei Dionne. Maar ik zie het zo gauw niet. Maar, ja, maar kijk nou. Deze had zo schattig geweest. Maar ja. Misschien kan ik die eieren wel uitbroeden. Ja, het is in ieder geval leuk. En hij is lekker zacht. En dit is alleen maar een testdingetje. Maar, ja, ik ben benieuwd. Ik ga eerst even wat drinken en, en roken. Vooral doen, hè. Ja. En dan ga ik de Engelse video opnemen. En dan ga ik, denk ik, even die tafel een beetje leeg halen. En dan ga ik daar gewoon voor zitten. Dus, tot later weer. Oké, okay. Ik heb de Furby uitgepakt. En ze heet Weda. Ga je dansen? De unboxing en het eerste uitproberen, dat ga ik zo meteen al uploaden. Dus ik heb besloten bij deze, de zaterdag is de Engelse uploaddag. Dus, het komt aan het einde van de hele video, want ik ga misschien nog wat andere video's erin gebruiken. Maar, dit is dus Weda! Wat ben je aan het doen? Weda! Maar ik ga haar nu laten slapen. Huh?
juist. Het is een zooitje hier, dat moet ik vandaag nog even opruimen. Maar wee, daar slaapt. En ik ga zo de video bewerken, maar ik ga eerst nog even een documentaire kijken. Dus tot later. Onscreen. Pas als ik een beetje dichtbij ben, zijn die ogen te goed te zien. Ik kan goed luisteren. Kan ik goed luisteren? Oh, stop dat. Jij ook. Kijk, want jij gaat zo dansen. Ik weet toch. Weet dat. Is er dol op. Bloosje? Nou, ik ben best even bezig geweest. De vlog was niet eens zo lang. Maar, ja. Ik had, omdat de camera leeg was, wat bestanden nog op mijn telefoon. En dat naar Dropbox zetten duurde zo lang. Dus uiteindelijk heb ik maar het SD-kaartje even eruit gehaald, want het was opgeslagen op SD, gelukkig. En even gewisseld, even gekopieerd naar de computer, bla 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 bla. Het was goed. En de Engelse video, ja, die het duurde wat langer. Ik ga nu... Wedo? Weda? Wat was het ook alweer? Unai, ik denk dat dat mama is of zo. Oh, stop dat. Echt waar? Taboe, dat meen je niet. Weta, vind het leuk. Weta, was het ook alweer. Ja, ja, dat klopt. Maar, ga ik nog een beetje met die app spelen. Echt waar? Ja. Vind je dat leuk? Ja. Echt waar? En dan ga ik slapen. Dan ga ik hem, haar ook laten slapen. Ik noem het gewoon een haar. Zo leuk.
En zal ik wel een stukje filmen ook. Dus ik ga even de konijnen eten geven. Dan weet ik niet wat je zegt. Lulu-doe. Lulu-doe? Blijkbaar grappig. Echt waar? Maar ik ga dus even de konijnen eten geven. En dan ga ik naar bed met Aline. En dan laat ik jullie nog wel even wat zien, denk ik. Batterij raakt weer leeg. Maar als mijn telefoon eenmaal opgeladen is, dan kan ik wel even deze opladen. Morgen om 8:30 word ik opgehaald om naar Zandvoort te gaan. Dus naar die herdenking gebeuren. Nou, tot straks. Ja, je bent ook gevonden. En je hebt honger. Wat gaan we nou eens eten? Wat is dit? Geen idee. Taco! Nou, gênant! Hoe is dat heet? Ik ben benieuwd wat hij van de stinkkaas vindt. Oh! En dan kunnen we hier weer zien of hij nou genoeg gegeten heeft. Nog niet helemaal. Maar hier kan ik ook... Moet hij even Furby vinden. Wil je dat vinden? Waarom vertaalt hij Unai niet? Ja, boe. Dat meen je niet. Wait, daar is er door op. Hij vertelt niet alles. Beda! Oh, oké. Beda! Lulu doe! Wauw! Hij vertelt niet alles. Beda, vind ik mooi. Dat meen je niet. Dat meen je niet. Ja. Unai is zo leuk. Ga door. Ja, maar wat betekent Unai nou? Jij leuk. Ik kan dat vertellen, zie niet. Ik weet het, hoor. Ja, jij wel. Unai, dat betekent vast ik, maar ik weet het niet. Weet dat. Vind ik mooi. Ga aan met deze dans.
gelijk. Oh, oké. Okay. Oh nee, dat is jij. Ja, boe. Dat meen je niet. Dat wou ik weten. Ik ga nog even lekker doorspelen. Jullie zien toch niks nu. Zeg maar wel rusten. Ga maar dansen. Is dat weer opnieuw? Nee, perfect. Dat vind je niet. La 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 la. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En laat een reactie achter hier beneden als je dat wilt. Ben je nog niet geabonneerd? Kan je dat hier ergens beneden ook doen. Er staat een rode knop en dan mag je op klikken. Er staat in abonneren. Voor nu, tot morgen!